We hebben twee kandidaten en we hebben een bijzondere uitslag. Dan kun je wel zeggen dat 1/3 van de leden hebben gestemd, 35%. Dat vinden we een hoog percentage. Beter dan dat een hele hoop leden landelijk regio-lid zijn en niet echt lokale kiezers. 1/3 heeft gestemd. Dat zeggen wij heel blij ook nog, want dat geeft aan dat er grote betrokkenheid is bij lokale gebeuren. De uitslag is dat een van beide leden heeft gewonnen met 20 stemmen verschil. Dus een close race. Uitslag van 46% tegen 54%. En de winnaar is Alkblauw. We beginnen met het dank uitspreken voor het vertrouwen. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Zonder vertrouwen en ook zonder regelmatig vertrouwen van kun je dit soort klussen niet aan. Het tweede punt waar ik aan wil geven is, Gabe en ik hebben een close finish. En dan bouwen we een eerlijk en verre strijd naar elkaar gevoerd. Uiteindelijk kan er bij één winnen. Nou, het zei zo van dat het nu bij mij ligt. Maar ik stel wel voor Gabe, dat we dat schouder aan schouder gaan doen. Omdat we allebei een groot draagvlak in de partij hebben. En dat het draagvlak in de partij zo samen moeten uitzetten. Wij zijn dan bij het afgelopen programma wat we aan het bouwen zijn. Ik heb sowieso deze iets meer over gesproken. Het programma is volop in ontwikkeling. Dat doen we niet alleen vanuit de fractie en vanuit de afdeling met de werkgroepen. Maar dat doen we met name ook met mensen van buiten naar binnen te halen. Niet zozeer dat we zo graag buitenstaanders naar binnen willen trekken. Dat is ook een mooie redenering. Maar waar het ons met name om gaat, is om expertise die deskundigen hebben. Ik denk aan Tom Wildhaken, die afgelopen vrijdag met ons aan tafel zat. Maar ik denk ook aan Frans van Aarden van de OFT, die afgelopen vrijdag aan tafel zat. Maar ik denk ook aan Bert van Helvoort, waar het gaat over duurzaamheid en ontwikkeling, of ruimtelijke ontwikkeling, waar hij het specifieke idee over heeft. Maar juist die elementen die je van buiten kan halen, kan ons verkiezingsprogramma inhouden.